Ik ben Pieter Doop en werk voornamelijk als culinair fotograaf. Ik werk altijd op locatie waar in beperkte ruimte een kleine setting opgebouwd wordt. Voor deze opdracht wou ik eens het tegenovergestelde doen. Een grote opstelling en beelden die conceptueel sterk in elkaar zitten, maar waarbij eten toch nog een belangrijke rol speelt. Door gemeenschappelijke passies, interesses en onkels kwam ik in contact met Bokkie de Rapper. En eigenlijk op die manier was het idee ontstaan om daar iets mee te doen. Uiteindelijk is dat eten gerelateerd, maar op een iets andere manier. En het leuke is dat er een keer een beeld kon gemaakt worden waar er een hoek vanaf was. Of meer dan één hoek. Ik zal hem maar meegeven. Hey, dat is met kleurtjes in dat menu. Het plan is eigenlijk om het oude statieportret, zoals dat vroeger was met die molensteenkragen, van dat eigenlijk opnieuw te gaan maken. Maar dan wel foodgerecht. En daar dan eigenlijk een beeld Rembrandt-stijl van licht mee te maken. En dat zijn we nu allemaal aan het klaarzetten. Pieter, ik vond het top. Echt waar. Ja. Top. Shit, maat, die fucking ridder. En nu hopen dat je niet te dik zijn, hè. Kop, hoofd. Ja, arm omhoog. En dansen. Ja. Ah. En het uitkleden is moeilijker. Ah ja. Het is hier avontuur na avontuur na avontuur. Ja, het voordeel van de GFX100 is natuurlijk die 100 megapixel, waardoor je eigenlijk ongelooflijk veel details kunt zien. Zeker dat is een ingezoomd beeld. En als je dan kijkt naar het uitgezoomde beeld en alle details die hier nog altijd in zitten, dan is het eigenlijk uiteindelijk wel heel indrukwekkend om te zien. Wacht even, goed. Is de voet eruit nu? Shit. Ja jongens, het gaat niet altijd serieus zijn vandaag. Die frikadel. Goed, mijn hapjes. Ik ben een beetje begeleid. In de laatste tijd heb ik een reeks gemaakt met eten en eigenlijk een foodporn reeks. En terwijl ik aan het brainstormen was, dacht ik van, goh, misschien moeten we daar ook wel een keer op die manier iets mee doen. En eigenlijk is het van daaruit ontstaan. Goed, wacht hè. Zeker geslaagd. Can't stop. Net het tegenovergestelde doen dan wat ik normaal doe, zorgt opnieuw voor uitdagingen en kansen. Veel flitsers gebruiken, grote lichtomvormers, sets uitdenken en opbouwen. Ik had een hele reeks beelden in mijn hoofd zitten en kon er maar enkele selecteren om uit te werken. Gelukkig geeft de GFX100S veel features die me konden helpen mijn beelden tot leven te brengen. Een van de grote voordelen van Titter te werken, is dat je beelden rechtstreeks kan importeren op je computer, om zo een betere controle te hebben op wat je aan het creëren bent. De grote keuze aan scherpstelpunten zorgt ervoor dat je altijd juist kunt focussen. Je merkt bij het inzoomen dat alles mooi scherp is en je ziet alle details die in het beeld van de GFX100S te vinden zijn. De kozen van vorige zondag, de sushi is van de 16e van mijn verjaardag. Dat is van vorige week zaterdag. Weer iets met een hoek af en eigenlijk gewoon een scène maken van iemand die
die graag eet op een plaats waar dat hij relaxed en ontspannen is. En wat drinken, chillen, relaxen en ondertussen een hapje eten. Het voelt toch wel wat dikker in het bad.